Ja, we hebben een fase dat die niet in die database voorkomt. Dan kan man hier op die All Programs, Channel 5, en dan Twist. Dan kan man een eigen dataset maken. Hier kan man een naam aangeven. En dan hier die Space Group. Je kunt dus alle Space Groups, zal ik maar een bijspiel van een orthorhombic. Die wikkels zitten natuurlijk nooit zich kraat in de orthorhombic, maar hier moesten we dan nog die unit cell parameters aangeven. En dan kan man, wanneer man dat gemaakt had, hier to atoms gain. Hier kan man dan een atom auswählen, zo'n bijspiljet KB. Man draagt dan die x, y en z, maar dat kan man alles vinden. En dan die occupancy moet man aangeven. Dat is ook een andere. Dan kan man een set spijgen, save, cry, file. Dat is het test, dat is de naam, save. En dan zult man hier op de fraction klikken. En calculate machen. Ja, man kan dan eigenlijk alle hier selecteren. En save, HPL file. Dus als je test 1479, dan heb je jetzt alle ebenen gespeicherd. En save. En dan, wat nog wichtig is, dat moet je dan nog machen in Flamingo. Bij die view match units. Wenn man hier add macht, een database voor deze channel phase database. Dat is niet dan die fase die man zelfs macht. Hier zijn zo'n paar bijspielen. Maar jetzt ziet man dat de test is niet daarbij. Ik ga kort cancel. Want man zult dan in de nächste schrit immer jetzt nach tools convert files into phase database. Dan hier zonder man my computer, nee, local disk, channel 5, oké. En dan hier op convert klikken, dan convert er alle fasen en al onze test. Hier is dan juist de testfase die we kunnen geraden gemacht hebben. En dan close. En jetzt zal de test ook in deze match unit zijn. Nee, dan moest wel nog wel mooi starten. Database test select, en dan had man een eigen fase gemaakt jetzt.